Hey, 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 welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Medical Podcast. Een paar dagen geen podcast. Het was wat heftig, privé. Ik zal je de enorme details besparen. Ik zal het even kort schetsen. Diegenen die mij volgen op Instagram, die hebben het meegekregen. Het was helemaal niks ernstigs verder, hoor. Het was gewoon momlife. En vandaag, thema. Ga ik zo mee starten, maar... Vandaag gebeurde twee keer hetzelfde. Twee keer dezelfde vraag, dezelfde situatie. Je kwam op mijn pad en als dat gebeurt, weet ik, ik moet hier iets mee. Dus, je gaat vandaag hopelijk heel veel waarde krijgen in aanleiding van de situatie die ik twee keer meemaakte. En een thuissituatie was, Nora was vorige week best wel ziek, maar zij herstelt heel snel. En best wel ziek was het een paar dagen 40 graden koorts. Hij was ook echt super ellendig. En vervolgens wordt Julian ziek. En dat werd met de dag erger eigenlijk. Dat begon vrijdag. En zaterdag was het... Toen waren wij die dag weg. En toen hebben we hem best wel ziek met koorts opgehaald bij opa en oma. S'avonds, 's ochtends was hij nog redelijk oké. Ja, 's avonds dus totaal niet. En dat werd gewoon erger en erger en erger. En zondag ook. We zijn een klein stukje gaan fietsen. Bewust niet naar Maastricht, dat we altijd doen. Om frietjes te eten, omdat... hij daar gewoon, dan wisten we van, dan moet hij daar een klein stukje lopen. Maar dat gaat niet worden. Als we kijken hoe hij eraan toe is. Als Julian ziek is, dan stopt hij met eten. En dan meen ik echt, hè, hij stopt met eten. Die kan dan gewoon 5 dagen zo goed als niks eten. Hij eet sowieso heel weinig en hij heeft mega veel energie. Dus wij denken vaker van, waar haalt hij het vandaan? Die jongen leeft van lucht. Ik maak dat grapje vaker, maar... Ja, dat is in ieder geval... het is wel zo. Nou goed, hij haalt het ergens vandaan. En het zit hem niet in voeding. Dat is in ieder geval duidelijk. Nora eet veel meer dan hem. Het is echt wel grappig om te zien ook. Maar als hij dan ziek is, dan herstelt hij ook altijd best wel slecht. En kijk, en ik koppel het nu aan slecht eten. Hè, weinig weerstand hebben daardoor ook echt gewoon... Ja, verder geen vet op zijn lijf. Dus ook... Daarin heb ik het idee, daardoor wat kwetsbaarder in een situatie. Maar goed, de koorts bleef dus, niets hielp. En hij werd steeds ellendiger. En maandag was hij echt heel erg ellendig. En dat werd steeds erger. En dinsdag had ik mamadag. En toen ben ik met hem naar de huisartsenpost gegaan. En toen heeft de dokter ook gezegd, luister ze. En zag ze ook al van hoe slecht ze aan toe was. En ook Julian die slaapt de afgelopen 5 nachten zo goed als niet. Hij moet heel erg hoesten. Maar dan worden die longen zo overprikkeld. Het zit hem echt bij de longen ook, niet de keel. Maar nou, het komt echt van veel dieper. En dan is het niet normaal hoe die hoest gewoon de hele nacht door. En dat doet hem dan zoveel pijn dat hij steeds begint te huilen en te kreunen. En het is gewoon ontzettend zielig. Daar komt het eigenlijk op neer. En wij slapen ook niet. Dus het is gewoon pittig. Ja, nou ja, mom life, hè? Zoals ik al zei. En toen dinsdag... naar de huisarts geweest, toen hebben we antibiotica cure gekregen. Ze zei van, omdat hij ook geen rust krijgt, heb ik het idee, de koorts zakt niet. Ondanks medicatie. Laten we hem toch antibiotica geven. Want ik heb het idee dat het dat hij anders moeilijk zelf herstelt. Nou, ze zijn mee akkoord gegaan. En toen afgelopen nacht, dus woensdagavond deze podcast opnemen, dus dinsdag, begon hij ook weer echt. Nou ja, vanaf het moment van slapen, hij doet het de hele dag eigenlijk wel, maar vanaf het moment van slapen is het gewoon het einde zoek. Dan blijft hij maar hoesten, kreunen van de pijn en dan weer huilen, schreeuwen. Ja, dus na zoveel keer bij hem te zijn geweest, zei ik uiteindelijk tegen zijn vriend, ik zeg, zal ik hem bij me in bed pakken, want dit is echt slopend zo. Ja, is goed, zei hij, dus zijn vriend, ergens anders gaan slapen. En... toen heb ik Julian bij mijn bed gepakt. Dat was helemaal geen goed idee, want daar hebben we allebei de hele nacht niet geslapen. Ik dacht echt dat ik er goed aan deed. Ik denk wel voor hem dat hij het fijn heeft gevonden en dat het veilig was. Dus dan is het wel goed geweest. Dan is het dus prima. Alleen, ja, als je daarnaast ligt, slaap je echt helemaal niks. En ik was al best wel uitgeput. Ik had zondag ook bijna niet geslapen. Nou, gisteren bijna niet. Ik was vanochtend helemaal gesloten. Ik kom uit bed. Ik dacht echt om 4 uur. 'S nachts gaat hij recht op mijn bed zitten. Ik wil naar beneden. Ik wil naar onder, zegt hij. Ik zeg, nee schatje, de maan is er nog. Nee, ik wil naar onder. Oh my god. Nou, uiteindelijk gewoon gelukt. Gaat weer liggen. Het zou denk ik om 6 uur of zo naar beneden gaan. Nou, ik dacht echt, hoe ga ik de dag doorkomen? Maar het is gelukt. We zijn er. Zelfs goed.
Hele toffe dag gehad. En ik ben hier om een podcast op te nemen. En ik zei, ik ga niet je details geven. Uiteindelijk heb je nog de details gekregen. Sorry, ik kan het ook gewoon niet anders. Nou ja, sorry. Dus dat even, dat was echt even mom life. En ik was 's avonds zo gesloopt. En ook met Julian bezig. Dat er gewoon even nul rust is geweest de afgelopen dagen. En ik doe het daar gewoon heel slecht op. Dus het was gewoon even intens. En onder andere de podcast lijkt daar dan even onder. Maar we're back. Alive and kicking. En oprecht ook echt best wel goed. Je hoort me een beetje snotteren, want ik ben ook wat verkouden geworden. Maar ik voel me verder prima. Dus, situatie die twee keer voorkwam vandaag. Super interessant. Want er werd ook gevraagd, heb je daar een podcast over? En toen dacht ik weet niet of ik het ooit zo specifiek benoemd heb. Of vanuit deze context. Maar dan ga ik het vandaag doen. Ik pak even het screenshot erbij dat ik gemaakt heb. En een andere gesprek dat op hetzelfde neerkwam, was een gesprek voor het Bali Retreat. Dat een call voor het Bali Retreat die ik vandaag had. Ik ga even het screenshot erbij pakken. Is het deze? Sorry dat dit even iets langer duurt. Hij staat in mijn WhatsApp. Let me see. Oh, sorry jongens. Oké, ik heb hem. Yes! Oké, ik ga eerst deze vraag voorlezen. Dan verwoord ik het correct zoals de vraag me gesteld is geworden. En dan schets ik daarna eigenlijk de situatie die vandaag, hele mooie situatie die vandaag voorkwam in de call voor Bali. Vraagje, hoi Kim. Nou, dat was heel tof. Zij stuurde mij dit berichtje aan de hand van de gratis masterclass die ik aanbied. Worden master in manifesteren. Heb ik een paar podcasts eerder ook benoemd. Ik zal de link even droppen in de show notes. Als je het tof vindt namelijk, is echt een masterclass vol met waarde. Het duurt ook 2,5 uur. Het is ja, vet overdeliveren, denk ik. Maar dat bedoel ik positief, hè, want het kost wat tijd. Maar ik denk dat er heel veel waarde in zit. Plus ik beantwoord heel veel vragen ook. Nou, dat is echt. Allereerst wil ik dus bedanken voor deze masterclass. Ik heb hem nog niet helemaal af kunnen kijken, maar nu tussendoor wil ik je toch wel even deze vraag stellen. Ik ben zelf 25 en ik heb eigenlijk alles bereikt waar ik 15 jaar geleden van droomde. Iets waar ik zeker heel trots op ben. Nu hoor ik je de eerste stap van manifesteren benoemen. En dat is verlangen. Dit is nu juist het punt waar ik al een tijd op vastloop. Ik heb geen dromen op het moment en dat geeft, om eerlijk te zijn, best veel angst. Heb je daar misschien nog een tip voor? Hoe je erachter komt wat je in de toekomst wil? Liefst. Liefst. Oké, dus dit was de vraag. En soort van dezelfde situatie. Ik had vandaag een hele mooie call voor het Bali Retreat. En zij, die onderneemster, was zo inspirerend. Zij zat zo in overvloed. Maar echt, hè, op alle vlakken gewoon. Dit gesprek heb ik zelden meegemaakt. Dat gaf ik er ook terug. Ik zeg, als jij ooit besluit om jouw expertise in combinatie met jouw zijn groot te maken. En dan bedoel ik, je wil daar wat mee. Snap je? Je wil echt de naam worden op dit vlak in Nederland. Dan gaat je dat 100% lukken. Want je hebt alle ingrediënten om dit rete succesvol te maken. En waarom zeg ik dat? Omdat de expertise in combinatie met hoe zij is als persoon maakt dat zij super inspirerend is. En ik heb zelden meegemaakt, en dan heb ik het over mensen die ik heb mogen coachen, gesprekken die ik heb gehad, gewoon überhaupt in mijn leven, heb ik het zelden tot niet meegemaakt dat iemand zo op alle vlakken in abundance energie zit. En ik vond dat super inspirerend, hoe ze sprak over alles, over business, over werk, over geld, over zo gewoon alles. Echt alles was overvloed. En ook vanuit zo'n diep vertrouwen. En dat is die abundance energie die ik bedoel. Zo'n diep vertrouwen als ik. En als ik dit niet meer wil, dan stop ik er gewoon mee. En dan vraag ik aan het universum. Hè, van, ik pak nu even mijn woorden hoe het op mij overkwam. Van breng maar iets tofs op mijn pad. En dat gebeurt altijd. En vanuit 100% weten. En vertrouwen. En dus volledig onthecht zijn. En dus lukt het ook altijd. Dit is de puurste vorm van succesvol manifesteren. Wat was de situatie voor Bali? En ik wil altijd weten. Wat wil je hier nu
ultiem uithalen? Wat is in de kern de nummer 1 hulpvraag? En ik merkte door het gesprek dat ik er niet de vinger op kon leggen. En het punt was, uiteindelijk, ik heb geen verlangen op dit moment. Alleen het interessante is, en dat is precies wat in deze vraag ook aan me gesteld werd, namelijk van die masterclass. De vraag die ik dan stel is dat erg dat je op dit moment geen verlangen hebt? En het mooie was, toen we daar dieper op ingingen, dat zij zei, de dame die ik sprak voor het Bali Retreat, ik ben het niet gewend van mezelf. Het past gewoon, weet je, het past gewoon niet bij me. Ik ben al zo lang dat ik continu doelen en dromen heb en dat alles me lukt en dat ik steeds verder ga en steeds verder groei. En op dit moment heb ik gewoon het idee dat ik vastzit. En kijk, vastzit is een term die kun je op twee manieren uitleggen. Kijk, vastzit klinkt vrij negatief. Maar op het moment dat je zegt, ik heb op dit moment geen verlangen, denk ik, maar is dat erg? Het wordt pas erg als je daar zelf een oordeel over hebt. Of als je het dus zelf anders wil. Maar als het best wel oké is en je bent super blij met je leven nu. En dat kan, weet je, dat kan over een week anders zijn, over een half jaar, over een jaar anders zijn. Het kan ook veel langer. Maakt niet uit, weet je, er staat ook geen time limit op. Ik geloof erin dat voor ons mensen, ons doel hier op aarde is joyful expansion. Dat heb ik al 1000 keer horen zeggen. Is ook wat Abraham Hicks teach, met de nadruk op joyful. Komt hij weer, want die heb ik nooit gehoord of willen horen. Nou ja, joyful expansion. Dat is trouwens heel grappig, even een side note. Ik zit nu met raam open in mijn werkkamer, de zonsondergang weer te kijken. Ik ben even aan het genieten, want ik zag dat het weer wat minder wordt. Dus echt optimaal profiteren van deze dagen. En dan zit ik hier heel hard, ik ga nu ook langzaam of zachtjes, maar heel hard en enthousiast te praten. En mensen die voorbij lopen, komen lopen heel veel mensen voorbij, die horen dan ergens dat geluid vandaan komen. En die gaan alle kanten op kijken en omhoog kijken. En uiteindelijk sommigen vinden met sommigen niet. Dat is heel erg grappig. Nou, dat dus. Dan weet je ook een beetje op de wij zit nu. Nou ja, dat dus. En ik geloof er dus in dat wij echt gemaakt zijn voor joyful expansion. Dus hoe dan ook, er gaat een punt komen dat het zo gaat schuren, dat de pijn van het niet groeien sterker wordt dan de pijn van verandering. Waarom zeg ik dat? Omdat ik er niet in geloof dat we geen verlangen hebben. Ik geloof erin dat iedereen een verlangen heeft. Alleen op het moment dat je hem niet voelt, dan kan het zijn dat je... Ik zeg het kan het zijn, hè? Dus laat hem even binnenkomen of kijken hoe het voor jou op het moment dat dit überhaupt met je resoneert. Kan het zijn Hoi. Die zag me dus wel. Dan kan het zijn. En mensen snappen niet wat ik aan het doen ben. Die denken allemaal dat ik aan het bellen ben. Dan kan het dus zijn dat jij een bepaalde overtuiging hebt op die verandering. Het kan namelijk zo zijn dat jij die verandering koppelt aan zwaar, moeilijk, pijn, uit mijn comfortzone, pittig, gaat ten koste van iets anders. Vul maar in. Het is een optie, hè? Maar het kan ook en zijn. De expansion, de joyful expansion, kan ook oprecht joyful zijn. En het kan en zijn. En je kan groeien. En het hoeft niet zwaar uit je comfortzone. Het hoeft niet heftig te zijn. Het hoeft niet een compleet andere kant op te zijn. Er komt bij mij meteen die zin, nu ik dit zo zeg. Life is nothing more than a journey back home. Uit het boek The Saint, the Surfer and the CEO. Een van mijn all-time favorites. En daar geloof ik dus in. Life is nothing more than a journey back home. Dus op het moment dat jij meer wil en verlangen hebt, alles wat je wil is een stap dichterbij thuiskomen. En of dat nu de vrijheid opzoeken is business-wise, die expansion opzoeken, die groei, je eigen limitlessheid ervaren, testen, uitdagen. Gewoon dat. Weet je, uiteindelijk komt het neer ook op steeds meer thuiskomen. Life is nothing more than a journey back home. Omdat we in de kern allemaal limitless zijn. Toen we hier ter wereld kwamen, hadden we die belemmering overtuigingen niet. Toen spulkten we van de zelfliefde. We waren een en al overvloed. Dat is home.
Dat is wie je in de kern bent. Dat is jouw inner being. Dat is jouw ziel. En door levenservaring is daar allemaal shit. Hè? Allemaal lagen van shit, van belemmerende overtuigingen, van dingen die eigenlijk helemaal niet dienen, die je overgenomen hebt van anderen, is daar opgekomen. Maar door te groeien, breken we daar doorheen. Pellen we weer een laag af. En ik geloof erin dat we namelijk altijd een verlangen hebben. En op het moment dat je hem even niet voelt, dan blokkeer je het op de een of andere manier. En het kan volledig oké zijn om even oké te zijn met wat is. Je hoeft ook niet elke minuut van de dag, elke maand, elk jaar, je hoeft niet continu maar anders. Hoeft niet. Mag wel. Hoeft niet. Alleen op het moment dat het schuurt, je bent eigenlijk wel oké met hoe het is, maar toch schuurt het, dan klopt er ook weer iets niet. Dan is het misschien een kwestie van, mag ik mezelf toestaan dat het nu even helemaal oké is? Dat ik dankbaar ben voor alles wat ik heb, dat ik misschien even niet groei. Mag dat oké zijn? Op het moment dat je stopt om daar een oordeel over te hebben, gaat het oké zijn. Het is misschien niet hoe je bent opgevoed. Het is niet hoe je jezelf kent. Maar mag het oké zijn? Misschien is dat op dit moment jouw pad. Life is nothing more than a journey back home. Misschien is dat op dit moment een stapje dichterbij home. Voor jou, op dit moment. Het is I don't know, you know. En door dit te zeggen voel jij iets. Maar het oordeel mag eraf. En als het oordeel eraf is, gaat er een punt komen, vroeg of laat, en er is geen goed of fout, dat je toch wel weer die expansion gaat opzoeken. En misschien niet op het vlak waar je het eerder op hebt gezocht. Misschien op een ander vlak. Maar dat jij die expansion gaat opzoeken, is een gegeven, een feit. Dat is waarom we hier zijn. Dat is inherent aan het mens zijn. Iedereen doet het op een ander vlak. Mensen vinden dat ik het groot zoek op bepaalde vlakken. Snap je dat? Dat is oké, weet je. Ook daar mag iedereen wat van vinden. Maar ik vind het tof om mijn eigen limitlessheid te testen op het gebied van ondernemerschap bijvoorbeeld. En mijn, want ik deelde in het Bali-gesprek ook een heel persoonlijk stuk, want ik kende heel veel wat zij zei. Ik heb natuurlijk rondom juni ben ik dit gaan delen. Hoe het op dat moment met me ging. En dat ik het afgelopen jaar eigenlijk best wel wat keuzes heb gemaakt uit alignment. Dat ik ook van het krijgen van het tweede kindje best wel uitgeput ben geweest het afgelopen jaar. En dat ik echt bewust even de keuze nam om een stapje terug te doen. En om heel veel te laten vallen. Om met een helikopterview naar mijn business te gaan kijken. En echt weer volledig, want ik was de joy kwijt. En we hadden vorig jaar, ja, je denkt nu van Kim, dat hoor ik voor de 5e of de 10e keer. Sorry, er zijn ook mensen die de eerste keer naar de podcast luisteren, deze aflevering. Dus vandaar dat ik een klein stukje context wil bieden. Ook om het misschien beter te laten passen, wat ik vertel. Dat we afgelopen jaar 1,5 miljoen hebben gedraaid met het bedrijf. Nog nooit zo'n succesvol jaar hebben gehad. En ik dacht alleen maar, the joy is gone. Dus ik voelde ook van, het heeft trouwens niks te maken met die 1,5 miljoen. Het is gewoon dat het een super fantastisch jaar is geweest. Business-wise. Super veel mensen heb mogen helpen. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. En ik wilde vorig jaar ook gaan experimenteren. Maar doordat ik ook net moeder ben geworden, ik had het rustiger aan moeten doen. Team-wise bij mij speelden er dingen achter de schermen die niet lekker liepen. En ik had niet de ballen om krachtige keuzes te maken. Nou, dat leiderschap, dat is echt mijn nummer 1 ding geweest dit jaar. Waar ik enorm in gegroeid ben. Wat ik ook echt prioriteit heb gegeven om daar enorm in te groeien. En daar ben ik heel trots op. Waar ik nu sta. Dat betekent ook business-wise en team-wise. Er heeft zoveel achter de schermen plaatsgevonden. Wisselingen binnen het team. Samenwerking die ik heb beëindigd. Alles wat niet energetisch klopte, moest weg. Alle vlakken. Wat ik aan het doen was, business-wise, samenwerkingen, team-wise, hoe we werkten met het team. Alles, business-wise, wat niet aligned voelde, moest weg. Heb ik geëlimineerd. En op dit moment
En dat zeg ik zelfs nu eigenlijk al een paar nachten heel weinig geslapen te hebben. Ik ben zo dankbaar en zo relaxed. Dat realiseerde ik me vandaag tijdens het wandelen. Dat ik dacht, ook binnen het team hebben er veranderingen plaatsgevonden. En ik ben zo blij met hoe dingen nu zijn. Het voelt zo aligned. Ik ben zo blij met de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Ik zal daar later meer in detail ook over delen. Maar die rust die je ervaart en wat het je energetisch oplevert, dat wil ik je wel meegeven als je dit herkent. Je bent een ondernemer en je werkt met een team. Oh my god, als iets niet aligned voelt, heb de ballen om keuzes te maken. Heb de ballen om actie te nemen. Zelfs als je bang bent dat je het business-wise niet gaat redden. Of dat er dan van alles negatiefs gaat gebeuren. Of dat je misschien niet zonder een persoon kan. Of whatever. Als het energetisch niet klopt en je voelt het, durf keuzes te maken. En ik zeg nu uit ervaring, je komt er altijd uit en je komt er altijd beter uit. Energie is alles. En voor mij is energie alles sowieso al. Business-wise, wat ik doe qua aanbod, mensen met wie ik werk. Hè. Zeker op het moment dat ik met mensen closer werk, is voor mij gewoon bijvoorbeeld ook voor het baanlichtdienst, moet iedereen call hebben, omdat energie is leidend. Als het energetisch klopt, dan gaat het ook een magical week worden met fucking... Sorry, dan ga ik weer. Hè. Dan ga ik schelden, dus ik ben sorry, heel slecht. Maar met enorme doorbraken. Energie is alles. En ik was het achter de schermen niet aan het hanteren. Ik was het niet... Ik was niet dicht genoeg bij mezelf en blijven. Ik voelde het wel, maar ik handelde er niet naar. Vanuit angst. En dat is zo'n doorbraak geweest. Niet normaal. Recent heeft er nog een shift plaatsgevonden. Dat zijn we binnen het team anders gaan doen. En ik ben zo blij. Ik ben op dit moment zo blij en zo dankbaar voor het feit dat ik het heb gedaan. Dat ik die bal heb gehad. Het was super. Echt, afgelopen maanden zijn gruwelijk oncomfortabel geweest. Gruwelijk oncomfortabel. Ik heb ook al maanden bewust niets aangeboden. Niets gelanceerd. Ik wilde overal uitstappen. Ik wilde opnieuw blanco gaan schetsen. Wat wil ik? Het moet aligned zijn. Het moet 100% aligned zijn. En waarom ik dit allemaal deel is omdat ik zelf de afgelopen maanden in een reis heb gezeten die in juni heel oncomfortabel was, die nu ontzettend fijn voelt. En dat ik echt voel van let's rise. I'm rising, maar let's rise a lot higher. Ja, hallo mevrouw, ik zit hier inderdaad. Ja. En het voelde alsof ik ook even geen verlangen had. Dat is het punt dat ik wil maken. Dus ik herkende wat zij zei. Het voelde alsof ik even geen verlangen had. Vorig jaar 1,5 miljoen. Maar ik werd niet blij van denken aan, laten we 2 miljoen doen. Zelfs niet, laten we nog een keer 1,5 miljoen halen. Laten we 3. Laten we 10. Ik weet het niet. Ik voelde hem niet. Ik voelde hem niet. En nu weet ik van mezelf dat ik alles behalve money driven ben. Dat ben ik niet. Ik ben impact driven en groei driven. Maar niet money driven. En mijn waarheid is het. En dat zie ik ook continu terug. Het overvloedstuk money wise is een automatisch gevolg van het impact en groeistuk. Het mogen helpen stuk. Maar het voelde alsof ik geen verlangen had. Maar toen ben ik heel eerlijk naar mezelf toe geweest. Het is niet dat ik geen verlangen heb. Ik heb alleen op dit moment geen verlangen. Business-wise, op financieel vlak. En dit is super interessant, want ik heb wel een verlangen. Ik heb een verlangen naar joy en alignment. En rust. En dat zien, dat ownen en daar fully mee aan de slag gaan, heeft echt een doorbraak gecreëerd. Nu zeg ik niet dat dit voor iedereen zo is dat... ik geloof er dus wel in dat we altijd een verlangen hebben. Het kan ook een verlangen naar rust zijn. Het kan ook een verlangen naar gewoon zijn. Een verlangen naar even niets willen zijn. Maar het is nog steeds een verlangen. Snap je wat ik bedoel? Je kan misschien nu daar een oordeel op hebben dat je er dus iets van vindt dat je geen verlangen hebt. En een verlangen kan zijn dat je zou willen dat je daar geen oordeel op hebt en dat je gewoon even oké bent met het zijn. Dat is ook een verlangen. Dat wil je dan op dat moment. Maar daar moet je wel bewust van zijn. Snap je wat ik bedoel? Volgens mij maakt deze podcast geen sens. Laat me dat vooral ook weten als je het echt een warrig verhaal vindt.
Maar toch, als je echt luistert, weet ik zeker dat je hier misschien wel een stuk in herkent. Of misschien dit in de toekomst mee gaat maken of een keer hebt meegemaakt. Maar ik geloof dat er in de kern niet in dat je geen verlangen hebt. Alleen het kan goed zijn als je voelt dat je even geen verlangen hebt. Dat je een verlangen hebt dat heel anders is dan wat het altijd is geweest. En dat het hem niet zit op meer geld. Of een nieuwe auto. Of kunnen wonen en werken in het buitenland. Of een gezin. Of een huis. Of you name it. Snap je? Business-wise. Alles behalen. Of een boek. Of het kan ook gewoon zitten in, ik heb nu een verlangen naar meer rust. Ik had een heel sterk verlangen naar joy and alignment. En mezelf weer terugvinden. Ik had het gevoel dat ik mezelf kwijt was. En dat ook lichaamswijs, ik zat er niet lekker in. Het was allemaal niet heel heftig. Maar ik was niet de ultieme versie van mezelf die ik weet dat ik kan zijn. En als er iets is wat ik verlang, is het joy. Joy, alignment, abundance en rust. Ik weet dat dan de meest magische dingen uit mij komen. Uit mijn mond, hoe ik kan helpen, hoe ik dus in de overvloedsenergie zit, wat er op me afkomt. He, precies wat ik zei, mensen die ik mag aantrekken nu, aanvragen die binnenstromen zonder dat ik überhaupt iets aanbied. En dat is die abundance energie waar ik altijd over spreek. En bij mij wankelde het. Ik had een energielek, letterlijk, omdat ik te weinig sliep. Nu heb ik te veel gepraat, zeg mijn keel. En daarnaast klopte er aan de achterkant bij mij teamwise van alles niet. En ik had niet de ballen om keuzes te maken. En die twee dingen heb ik aangepakt. En vervolgens echt even helemaal mijn helikopterview achterover leunen. Rust pakken, alignment opzoeken. En mezelf de vraag gesteld, waar zit de joy? Waar wil ik meer van? En wat wil ik absoluut op dit moment, hè? Want ik geloof heel erg in fases van je leven, van je business. Van jou als persoon. En op dit moment heb ik een sterker verlangen dan eerder naar verbinding. En kunnen helpen. Dat is ook de reden waarom ik weer meer die verbinding op wil zoeken. Qua aanbod ook. Dus ik ben ontzettend blij met wat staat. En dat gaat ook absoluut niet veranderen. Want het is supergoed. Mensen worden enorm geholpen. En ik krijg nog steeds dagelijks bericht over hoe ongelooflijk de vier trainingen die ik heb hun leven transformeren. Dus dat is iets wat niet gaat veranderen. Gaat ook helemaal niet weg of wat dan ook. Alleen wat ik merk is dat ik op dit moment op een punt in mijn leven ben dat ik waarschijnlijk weer wat één op één wil gaan werken. Om echt van dichtbij iemand te mogen gidsen. Nou, dat is wat ik heel tof vind tijdens de Bali Retreat. Gewoon echt die doorbraak kunnen zien. En heel close met iemand kunnen werken. Heel diep kunnen gaan. Weet je, persoonlijk echt iemand. Ja, gewoon van heel close, heel diep kunnen helpen. Echt die transformatie. En dat komt niet door mij. Dat komt door de wisselwerking. Maar die gidsing mogen bieden. En dat heeft voor mijn gevoel een tijd gewoon niet in mijn leven gepast. Waarschijnlijk ook. Hè, dat was de reden dat ik het ook niet wilde. Met kindjes en dergelijke. En zwangerschap en dat. En ik ben nu op een punt dat er wel meer rust is. Ik heb de rust in mezelf weer gevonden. Ik heb mezelf weer teruggevonden. En ik ben heel erg gaan luisteren naar dat verlangen. En dat is gewoon de boodschap die ik heb. Ik geloof er niet in dat je geen verlangen hebt. En als het wel zo is, dan is het oké. Okay. Dan is de vraag, is het erg? In de kern geloof ik er niet in dat het zo is. Misschien voel je het tijdelijk niet. En dan kan het zijn dat je een verlangen hebt naar oké zijn met zijn. Oké zijn met oké zijn. Oké zijn met wat is. Wetende, er komt een punt, omdat wij als mens gemaakt zijn voor joyful expansion. Er komt een punt dat het wel gaat schuren. Op het moment dat de pijn van hetzelfde blijven groter is dan de pijn voor verandering, ga je automatisch handelen naar aanleiding van je verlangen. A, het komt sowieso weer als je het jezelf gaat toestaan. Als je de blokkade opheft en jezelf toestaat van, het mag op een heel ander vlak zitten. En dat is ook een verlangen. En dat is ook oké, daar begint het bij. Hè? Dan is het dat verlangen. En op het moment dat je nu voelt van, ja, maar ik heb verder ook helemaal geen zin om
voor jouw gevoel grote dingen te verlangen. Dat kan ook zijn omdat je moe bent. Hè? Dan zit daar weer iets anders achter. Dan is het dus een verlangen naar rust. Bij mij was het ook, ik was moe. Maar ik weet voor mezelf, als ik er weer ben, oh my god, ja, kom maar op, weet je. I'm here to make impact. Dat voel ik heel sterk. Ik heb verdomme wat te doen hierop. Ik denk ook niet dat dat ooit weggaat. Dat, weet je, er staat geen geldbedrag tegenover wat dat kan laten weggaan. Dat is gewoon zo ook vanuit joy en vanuit fulfillment gedreven. En ik zeg, ja, ik geloof er ook in dat iedereen zo'n purpose heeft. Zo'n doel in zijn leven. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Hè? Dat is het niet. Maar je bent hier niet voor niets. We zijn hier allemaal met een reden. Dat geloof ik ook echt. Alleen dat betekent niet dat je jezelf continu hoeft te pushen. Alleen het punt dat ik wel nog wil maken, en dat vond ik heel waardevol ook om nog mee te geven aan aanleiding van Nicole en Bali. Er is niets zo fijn als jezelf toestaan. Ook echt volledig oké zijn als je dat wil met even zijn. Maar als je merkt, het schuurt. Want ik zit te lang vast, ik groei niet. Die schuring gaat er uiteindelijk komen. Waak er dan voor dat je jezelf niet onnodig vasthoudt. Met bijvoorbeeld de zin, ik heb geen verlangen of ik voel hem niet. Haal dat er even af sowieso. Dat je jezelf niet te lang onnodig vasthoudt in die fase. Omdat jij verandering, groei koppelt aan enorme pijn. Aan enorme transformatie, aan enorm uit je comfortzone. Zo hoeft het helemaal niet te zijn. Daar mag je voor kiezen. Maar het kan ook aan-en zijn. Het kan ook oprecht joyful expansion zijn. Life is nothing more than a journey back home. And whatever expansion feels good, dan zit je in abundance energie. En dan klopt het. En ga verwachten, ga geloven dat het aan-en kan zijn. Dat het ook joyful kan zijn, die expansion. En dan ga je handelen naar je verlangen. Je gaat het je aan toestaan om te ontvangen. Want je bent er niet meer bang voor en je koppelt er niet enorme pijn aan. En dan kan het ook tot je komen, want die haalt de belemmering af. Ook al weet je niet wat het is op dat moment, hè. Misschien heb je in het verleden meegemaakt dat gepaard ging met enorme transformatie, enorm uit je comfortzone, enorme pijn. En dat wil je niet meer. Dus wil je het van je afhouden. En ik praat jezelf aan, ik ben wel even oké met hoe het is. Als het oprecht zo is, is het oké. Maar niet als je het doet omdat je bang bent voor pijn. Of bang bent voor enorm iets moeten wat je eigenlijk helemaal niet wil. Want dan zit je niet op dat vlak in abundance energie. En gaat je waarheid maken dat transformatie en groei en joyful expansion. En vooral expansion dus ook oprecht joyful kan zijn. Het kan vanuit abundance. En dat is de energie waar je in wil zitten. Ik hoop dat die binnenkomt. Oké. Ik ga hem afronden. Is toch best knap dat het nog gelukt is om 32 minuten te lullen. Ik kom ook echt voor dat je bent afgehaakt. Laat me vooral weten if it made sense. Of je snapt wat ik bedoel. Alsof je dit herkent. Ik denk dat het een hele mooie kan zijn. En zeker als die twee keer voorkomt, dan weet ik, het speelt bij meer mensen. Dus ik hoop oprecht dat het waardevol voor je is geweest. Oké. Dankjewel, as always, for listening. Wauw, morgen is het gewoon al vrijdag. De week vliegt. Helemaal als je het idee hebt dat je een paar dagen geleefd hebt en bijna niet te slapen hebt. Maar oprecht, hè. Oprecht, I'm good. En dit is ook wel een mooie. We waren straks nog in Ilian. Was er echt beter aan toe vandaag trouwens. Dus misschien heb ik het volgens mij niet verteld, maar is er echt beter aan toe vandaag. Super fijn. Hij had weer energie. Hij heeft wel wat gegeten. Hij was zelfs aan het rondcrossen in de garage. En Nora was aan het rondlopen, super schattig. En toen ging ze zijn vriend nadoen, ging ze met haar rug tegen de muur staan, was super schattig. Zei ik, realiseer je dat zij een jaartje geleden gewoon nog een babytje was? En kijk eens nu. Ja, mooi hè, zegt zijn vriend. En toen zag ik ons allebei genieten van de ontwikkeling van de kinderen. En toen dacht ik, oh, dat is toch ook zo mooi. Dat is toch ook zo overvloedsenergie, daar zo ja, bewust bij stilstaan en zo in het moment zijn en dat was gewoon even een momentje van dankbaarheid. En dan ja, dit kunnen afsluiten met een zonsondergang in een huis en het water. En vanuit hier weer nieuwe verlangens hebben. And that's it. Joyful expansion. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je er altijd bent. En tot heel gauw. Mwah.